Welkom in de ambachtschool. We hebben dit pand in 2007 aangekocht. En we zijn nu bijna klaar met de herbestemming van deze mooie oude school. Kom binnen. We zijn nu in een van de ateliers die door Stichting Doas wordt gehuurd. Maar dit zijn de oorspronkelijke gangen, hebben we zoveel mogelijk intact willen laten. Met ook de oorspronkelijke kleuren, dat is allemaal uitgezocht. En die hebben we er ook weer op aangebracht. Als je met zo'n school bezig gaat, dan komen er altijd mensen naar je toe. En die hebben nog wel historie met het gebouw. En zo werden ook deze glas- en loodramen ons aangeboden. Dus die daar zitten en daar zitten. Nou, dan gaan we nu de trap op. Ja, dit is allemaal origineel. We hebben hier bijvoorbeeld een concessie moeten doen. We hebben zoveel mogelijk tegeltjes geprobeerd her te gebruiken. Maar hebben we hier gewoon, laten we ook duidelijk zien, hebben we nieuwe tegeltjes moeten plaatsen omdat we niet meer genoeg hadden. Maar past er gewoon bij. Dan gaan we nog weer een trap naar boven. Hier hebben we er bewust voor gekozen om de kunstenaars die het pand eigenlijk behouden hebben van sloop, hebben hier 13 of 14 jaar de pand gekraakt. En die hebben destijds deze muurschilderingen erop gemaakt. Die hebben we laten herstellen en die laten we ook zitten als een laag in de geschiedenis. Dus die blijven er ook op zitten. Ja, leuk. Nou, dan gaan we nu even een gang in waar woonruimtes... Dan gaan we een artloft in. Ik zal even de deur dicht doen. Dit is gewoon een meterkast. Dan hebben ze hier een toilet. En iedere artloft is weer anders omdat we de klaslokalen zoveel mogelijk hebben willen behouden. Maar het principe komt op hetzelfde neer. Hier hebben mensen een badkamer. Daarbovenop kan je gebruiken als bergruimte of eventueel ook om te slapen als je dat zou willen. Het is niet erg hoog. Het is maar 1,35 meter hoog. Maar goed, als je dat wil, dan zou je dat kunnen doen. Keuken. En hier heb je nog een berghok en de originele schoolkast zit erin. Die hebben we ook helemaal opgeknapt. Er zijn 18 van zo'n soort kasten zitten nog in het schoolgebouw. We konden ze niet allemaal redden, want sommige waren echt te slecht. De meeste hebben we proberen te behouden. Was er nog meer wat we konden zien? Ja, volgens mij heb ik nu alle geheimen van de ambachtschool ons een beetje laten zien. Dus... gaan we maar weer naar beneden. Ja. Zaterdag is van 11 tot 4. De ambachtschool open voor iedereen. En dan kun je ook overal in. Dus ondanks dat alle woonruimtes verhuurd zijn, kan je toch in iedere woonruimte kijken.